Als we goed voor onze kinderen willen zorgen, moeten we eerst en vooral goed voor onszelf zorgen. Omdat zeker jonge kinderen inhaken op ons. Als ze in een wereld komen waar er veel verandert, angst en stress hangt, of als ze nieuwe dingen moeten leren en er komt stress bij kijken, hebben ze een volwassene nodig die rustig is, die er vertrouwen in heeft, die ontspannen is en die zegt: ik weet hoe dat we hier door moeten gaan. Haak maar in op mij. Ja, als leerkracht, denk eens na, hoe is het met mij? Zie ik het zitten? Voelt het voor mij prettig wat ik voorbereid heb? Past dat bij wie dat ik ben? Vind ik dat voor mij realistisch om te doen wat ik wil gaan doen of moet gaan doen? En als dat niet zo is, wat kan me helpen om daar wel meer ontspanning bij te voelen? Hoe kan ik de spanning laag genoeg houden, zodat ik de veilige volwassene kan zijn waarop de kinderen die in spanning zijn kunnen gaan inhaken? Niks is zo besmettelijk als stress, spanning en angst. Als jij gestrest bent, als jij gespannen bent, als jij bang bent, dan zijn kinderen gealarmeerd, want die volwassene die voor de veiligheid moet zorgen, die schat dat allemaal niet als veilig in, anders zou die niet bang zijn, hè? Dus dan heb jij dubbel en dik reden om zelf ook bang te zijn. Dus daarmee, als je goed voor de kinderen wilt zorgen, moet je in eerste plaats zien dat je goed voor jezelf zorgt. Als we iets gaan doen dat spannend is, dat nieuw is, dan helpt voorspelbaarheid heel erg. En dat is ook voor ons zo. Dus je kunt het voor u iets makkelijker maken en voor de kinderen ook, door op voorhand aan de ouders te vragen: hoe is de afgelopen periode nu eigenlijk geweest voor uw kind? Wat is de impact geweest op uw kind? Waar heeft uw kind van gebaald? Waar had hij last van? Wat was moeilijk? Waar heb jij van gebaald? Als ik dat weet als leerkracht, dan kan ik dat meenemen als het kind terug in mijn klas zit. Van, ah ja, die moet ik toch extra gaan steunen. Of er is daar een groot verlies geweest of groot stress geweest. Moet daar aandacht voor hebben qua gevoel naar het kindje toe. Maar andersom ook, vraag ook aan de ouder in uw voorbereiding. Wat was er heel goed? Stof is over uw kind. Hoe heeft die echt goed gedaan in deze hele rare tijd? Dan weet je ook meteen wat de krachten zijn van de kinderen die je in je klas hebt. Dat kun je ook gaan gebruiken als leerkracht. En dat kan voor u als leerkracht ook fijn zijn dat je een beetje voorspelbaarheid hebt. Stel dat je in een groepje hebt waar het allemaal eigenlijk terugkwam van de ouders. Oh, top gelopen. Dat gaat je een ander gevoel geven dan als het wat minder gelopen is. En dat je denkt, dat wordt al een uitdagender groepje. En dat je op voorhand hebt kunnen nadenken, wat ga ik daarmee doen? Dan gaat de spanning bij de leerkracht ook helpen om laag te halen. En ook helpen om de spanning bij de kindjes goed aan te pakken. Dus als je kinderen terugkomen, wat we vragen als arts en de virologen, is dat je fysieke afstand respecteert. Uiteraard, dat moet je doen en daar heb je instructies voor. Maar sluit je hart niet en doe geen social distancing. Blijf je leerlingen in gevoel, maar heel nabij. En daarmee bedoel ik, zie maar wat er bij hen gebeurt en ontvang dat maar. Van, ik zie dat je het lastig hebt. Ik heb het gezien en ik ben er voor jou. En doe maar voorstellen van, kan de juf jou zo of de meester kan die jou zo of zo helpen. Hè? Of als je voelt van, nu had ik je graag een knuffel willen geven. Benoem dat. Benoem wat je ziet van gevoel. Check of het klopt. En doe een voorstel om te helpen. Ik vind dat we onze menselijkheid niet mogen verliezen. Zeker niet naar jonge kinderen toe, omdat die zo afhankelijk zijn van volwassenen en veiligheid vinden bij volwassenen. Door te schieten in het preventieve. Want dan zijn we om het ene te voorkomen weer iets anders aan het doen dat ook niet meer oké is. Dus ik denk, social distancing zou eigenlijk physical distancing moeten zijn. Blijf verbonden in je hart. En als je echt voelt dat een kind overstuur is, ja, dan heeft een kind gewoon fysieke nabijheid nodig. En biedt het dan gewoon op een verstandige manier. En meld het dan de ouders, zodat ze dat mee kunnen opvangen, zodat dat niet blijft gebeuren in de klas. Blijf daar niet bevroren staan en laat dat kindje niet alleen in die overspoeling zitten. Dat klopt ook gewoonweg echt niet. Hè? Ik denk dat het goed is als je de heropstart aan het voorbereiden bent als leerkracht, om voor jezelf toch een structuur te maken die stabiel blijft voor de kinderen. Want duidelijkheid en voorspelbaarheid geeft ook gewoon rust en dat hebben kinderen nodig. Aan de andere kant, maak er ook geen keurslijf van. Het is gewoon een rare periode voor zowel de volwassenen als de kinderen. Dus hou in je structuur ook voldoende ruimte
om wat te ontladen en te ontspannen. Hè. Prop het niet vol van wat je op 5 dagen wou doen. Probeer dat niet op 2 dagen te doen. Probeer toch te kijken van wat is de essentie en blijft er nog genoeg ademruimte tussendoor over om het te hebben of om aandacht te hebben voor de dingen die tussendoor ook gebeuren. En ik zou zeggen, doe dat gewoon vanaf het begin. Verander niet voortdurend, want dat is ook weer raar. Ze komen maar 2 dagen. En als die 2 dagen ook elke keer weer anders zijn, is ook heel verwarrend. Alle maatregelen die nu wij allemaal moeten toepassen, maak daar geen grote hoera van. Zeg gewoon, we doen dat en we gaan dat gewoon doen. En dat is, soms is dat lastig, erken dan de last ervan. Maar soms is dat ook leuk en neem dat ook mee en vergeet dat ook niet. Je hebt nu de luxe misschien om eens in kleinere klasgroepen les te mogen geven waar je misschien altijd naar verlangt had. En je hebt misschien gedacht, als ik die nu eens allemaal verder uit elkaar kon zetten, hè, dan zou ik al veel minder zijn straf moeten zetten of moeten onderbreken. Nu kun je dat doen, nu mocht je dat doen. Dus je hebt als leerkracht misschien ook voordelen aan de huidige situatie. En zie dat ook. Maar voor de kinderen misschien ook. Hè, je hebt nu extra reden om te zeggen, het zonnetje schijnt, kom, we gaan dit buiten doen. Als je die mogelijkheid hebt, voor kinderen is dat fantastisch. Kinderen gedijen zoveel beter buiten dan heel de dag binnen achter een lessenaar op een stoeltje te zitten. In moeilijke situaties kun je ook nog dingen winnen. Er liggen ook soms kansen in, dat is heel moddelend ook. Dus ontvang de last, maar geniet ook van de extraatjes die komen. En laat dat ook maar naar de voorgrond komen. Ik doe mijn petje af voor onze leerkrachten. Het is toch maar schoon. Die krijgen zoveel over hun heen. En we zien toch maar weer hoeveel verwachtingen en taken er bij de leerkrachten worden gelegd. En ze hebben toch maar het hart om dat alsmaar op te nemen. Hè. En dan ook nog eens het hart om daarover na te denken. Hoe ga ik dat zo goed mogelijk doen? Dus ik zou zeggen, dank je wel in naam van alle ouders.